Nou, goedemorgen allemaal lieve vrienden. Het is vandaag weer donderdag. Ik ben niet opgemaakt, geen zin. Ik ben ook niet in orde. Ik ga er naar mijn mond pakken. Rebecca die komt straks om 9 uur. Het is 8 uur 52, zegt de pc tenminste. En het is 9 augustus. Ik heb een broodje klaar, ik heb koffie klaar staan. Maar ik wens jullie een hartelijk welkom bij een gloednieuwe vlog van Corina en de Beestenbol. En ik duik straks wel weer mijn bedje in. Ja, echt wel. Ik ben af. Afgelopen nacht is zo'n rot nog gehad. En nu heb ik hoofdpijn. Dat wil ik straks wel hebben, dat het gaat zakken. En dat ik me eigenlijk in ieder geval beter voel dan ik me nu voel. Ja. En ik zal zo meteen als Rebecca er is eerst ook haar een bakje koffie geven. En dan ga ik sowieso deze kant weer schoonmaken. Die kant heb ik gisteravond helemaal gedaan. En dat heb ik gisteravond gedaan, maar hier ook nou. Ik kan ook daar nog op schrijven, hè. Hoi. Ja, kan je hier ik op schrijven. Dat is allemaal nog van het zand van de week. En Rebecca die begint daar maar in de woonkamer alles af te nemen. Henk op mijn bureau, ja dat moet ik zelf doen. En de tafel die moet leeg. Want ook dat zit daar nog helemaal onder. Oh jee, en die kan ook weer doen natuurlijk. Ja, je ziet het nou wel niet, maar hij is wel vies. Allemaal zand in de vloer, ba. Je hoort het gewoon met je voeten verschuift. Maar oké, lieve vrienden. Ik zou zeggen, geniet jullie maar van je dag. Want ja, het is de zon die schijnt, maar het is ook bewolkt. Ja. Het is ook bewolkt. Nou, die legt daar weer lang uit voor pampers. Zij gaat naar buiten. En meneertje is ook buiten. Die staat dan nog voor de deur. Kom maar. Kom dan. Nee, geen zin. Nou, dan niet. Waar mijn prinsesje is, dat weet ik eerlijk gezegd niet. Oh ja, jawel, weet ik wel. Die had haar vleesje gisteren niet gehad. Want ik kon haar... Nee, ze wou niet immers. Nee, en nou heeft ze het wel. Maar in de gang. En nou zat ze er net te eten. Dus die laat ik rustig eten. Ja. En ik ga ook lekker eten. En ik zou zeggen, tot later vandaag. En geniet ervan. Doei, doei. Hé hey man, wat is het schat? Ja, grof vuil hadden ze buiten gezet en een heleboel is meegenomen, maar dat ding is niet meegenomen. Een oude koelkast. Maar ja, oké, het is wel zo, mijn huisje is schoon. De vensterbank die had ik al schoon, ik had die kant al schoon. Oké, we zijn aan het werk geweest, dus ja... Er staat weer het een en het ander. We drinken natuurlijk ook koffie. Nou ja, dat maakt niet uit. Deze kant is helemaal schoon. Dat glimt weer. En ja, daar hangen werkdoekjes. Ik heb de tafel helemaal leeg gehad. Ik heb het zuil helemaal aan het verschuiven geweest met schoonmaken, tijdens het schoonmaken. Dat ik de andere kant ook kon doen, want dit zeil is namelijk heel groot. Dat hangt, kijk, waaronder, over de stoelen heen. Dus mocht ik gasten krijgen, kan ik de tafel uitdoek weghalen. Dan kan ik hem nog eens een keer uitschuiven, want dat zit in het midden. Weet ik veel waar, ergens. Een naad. Maar ja, dat is over dwars. Dus dat zit hier ergens. Zit dat. Ik weet het niet. Maar dat maakt ook niet uit.
Hij heeft het helemaal schoongemaakt. De Rebecca die heeft ook aan het boenen en aan het poetsen geweest. De lampen heeft ze schoongemaakt. Ze is bij mijn bureau bezig geweest, maar ik moet dat zelf verder eventjes realiseren. En mijn dierbare hoekje, het kleed, moet nog schoon en gewassen worden. Maar we hebben allebei, we zijn af. En wat ik zo meteen ga doen, omdat ik ook beroerd ben en hoofdpijn heb en misselijk ben en onderweg ben en slaaptekort heb gehad afgelopen nachten, ga ik lekker even nog weer terug naar mijn bedje. Ja. En ik zet mijn telefoon op stil. Maar ik probeer ook de huistelefoon op stil te gaan krijgen. Maar dan moet ik eerst even voor op internet. Ja, want ik weet niet waar mijn man de boekjes heb gedaan van die telefoon. Dus ja. Zo, bij de deur, de rode poort, is het 28 graden. Zo dan. Even bij oma Toon kijken. In huis is 23,5. En buiten op de vlakte is het 19,5. Dus ja, dat is allemaal oké. Okay. Ja, ja. Maar oké. Ik ga er weer vertussen. En ik wens jullie een hele fijne middag. Geniet ervan. Ik ga lekker genieten. Horizontaal. Ze zeggen, tot later. Meisje, ja, het gaat regenen. Ja, dat dacht ik wel. En dan kom je weer binnen, hè? Ja, het begint al net een klein beetje te regenen. Niet eens niet noemenswaardig, hoor. Het is, je wordt een beetje nat, meer niet. Het zal nog wel harder gaan regenen, denk ik. Maar ook dat komt wel goed. En ik heb lekker geslapen. Heerlijk ook. Steek een krant uit de brief. Nou, dan gaan we die even halen. En hier moet ik snor even wat beter. Want ik rijd er overheen en dat moet maar niet. Zo. Even een krantje pakken. En wat voor krant is dat? Gaan we ook even kijken. Helders Weekblad. Nou, toppie. Ja, nou, ik lees bijna niks, soms, want als ik wat wil weten, zoek ik het wel op internet. Ik zit bij mijn stoel aan de andere stoel vast, kan je dat? Ja, die stoel. Dus ja, Den Helder, lekker bezig. Politie voldoet niet aan eigen normering. Haha, ik zeg dat weer een donder. Ga eens even weg, meisje. Kan niks beginnen. Hé. Hey. Kan ik er ook door? Juist, dankjewel. Nou ja, dan. Politie doet niet aan eigen normingen. Nou ja, gaan we dat eens eventjes zo meteen lezen. En ik moet Karin terugbellen, want die heeft mij gebeld. En ze had het cadeau van de verjaardag eindelijk binnen. Ze was dus van de week jarig, maar omdat ze moest werken, kon ik niks bestellen om dat naar haar toe laten te bezorgen. En ze was vandaag en morgen vrij, dus heb ik het voor vandaag gekke dat haar toe laten bezorgen. En dat ze is helemaal blij. Nou, dan ben ik ook blij. Als mijn kind maar blij is, ben ik het ook. Simpel. En wat is het geworden? Nou, dat zien jullie wel op haar vlog. Dus ga haar ook volgen. Ik weet dat het er 3 sowieso al doen. Dus de rest die kan ook haar gaan volgen. Die het nog niet doet. En ja, ze heeft momenteel een andere naam. Maar als je denkt Karin van de Werving type, dat je er ook wel komt. Want het is gewoon haar kanaal. Maar de naam is daar ook anders. Ja, Mr. en Mr. in Love of zoiets, weet ik veel. Omdat ze dus ook gaat trouwen in december. Ja, en dat is ook al eerder vernoemd, ja.
Dat ik ben er helemaal blij mee. En gelukkig mee. Gelukkig om haar. Gelukkig dat zij gelukkig is. Ja. Als je kind gelukkig is of blij is, dan ben je als moeder het ook. Toch? Ik tenminste wel. Jij ook? Ja, en iedereen en alles is binnen. De rode onder de stoel, zij daar. En mijn prinsesje die legt op haar troontje. Zoals normaal, zoals het behoort. En daar ligt meneertje Jodokus kwast. Hé? Ja, en waar, wat is daar de reden van? Wat is daar de reden van? Dat we allemaal binnen zijn en de deuren dicht zijn. Ja, wat is daar de reden van? Nou, dood eenvoudig, alles is nat. Het regent, het waait. Het is niet lekker meer om buiten te zitten of de deur open te hebben. Kijk dan eens. Nou, dan zien jullie dat het hier ook knap waait. Toch of niet dan? Ja, het gaat hier knap een keer aan de kust. Ik weet niet hoe het bij jullie gaat. En dat was mijn water van de koffie. Dan zal ik naar de keuken toe rijden. Mag ik er even door, dames? Tenminste, dame en heer. En dan hebben we hier. Even kijken of dat lukken wil. Even recht zetten. Zo, dan laat ik jullie even er staan. Ja, dan kun je even op die bomen letten. Dan kan ik later op mijn koffie schenken. Zo. Maak ik de koffie erbij. Nou, dat verwacht ik ook wel om wat te zien, hè? Maar ze zijn niet zo hoog hier. Zelfs dat struikje van de buurman, die gaat best heen en weer. Maar ja, in ieder geval, ik heb lekker een bakje koffie. Daar ga ik lekker nog voor genieten. En dan ga ik nog even voor Facebook, want ja, er is een of andere maloot, een buitenlander uit Frankrijk. Als die zo doorgaat, dan ben je nog maar net bevriend met de beest die op een vriend af. Ja, komt je. Zoiets, dat moet ik niet. Hij doet wel moeite om dus voor mij Nederlands te spreken, maar hij is ook gek bezig. Ja, kom, nee, dan beginnen we maar niet aan. Nee. Maar oké, het komt allemaal goed. Straks om 6:30 gaat mijn hondje eten krijgen. En de poesenbeestjes, daarna ga ik eten. Mijn eten is ook klaar, hoef ik me op te warmen. En ja, dan zien we elkaar vanavond wel weer. Tot! Doei doei! Kiekeboe, mijn hondje. Nou, jij hebt je eten wel op, hè? Nou nee, niet waar. Jij hebt je eten niet op en jij hebt nog een knoeit ook bovendien. Ja! Nou, dat moet eventjes losgemaakt worden. Maar ik ga eerst eten, ja. Want ook ik heb mijn eten klaar en mijn wijntje staat al klaar. En ik ben met mijn koffie bezig. Dus ja, dat, ik ga er lekker van genieten. En ik heb hetzelfde gisteren op één verschil. En dat is dat ik er een ei bij heb, een dubbele. Eentje met een hele dooie, eentje met een kapotte. Ja, dus wat eronder zit is hetzelfde wat ik gisteren ook had. Dus dat komt allemaal lekker goed. Ik zorg goed voor mezelf. Ja, ik zit nog op een hoge stoel althans. Ik heb mijn stoel omhoog gedaan. Ik zal hem even naar beneden doen. Dat gaat via een afstandsbediening die aan mijn stoel hangt. Hoe makkelijk wil je het hebben? Zo. Koffie. Lekker bakje koffie. Ja, en nou word ik binnenkort geïnterviewd. Ja, Chrissy die zal maandag bij me komen en die gaat mij interviewen voor de verandering. Ja, dus ik zou zeggen, hou mijn kanaal in de gaten, want een week later dan zal dat dus ongeveer plus minus verschijnen.
En jullie merken het dan vanzelf, hoe en wat. Dus het komt allemaal goed. En misschien dat het leuk wordt, misschien niet leuk. Ik weet het niet. Ik weet niet wat voor vragen ik op me afgevuurd krijg. Maar het komt allemaal goed. Dus ik zeg, geniet en luister. En abonneer je op mijn kanaal, Corina Luisterburg de Jong. Ik denk dat ik dat maar eens ga veranderen. Vinden jullie het ook niet? Wat denken jullie ervan? Corina en de Beestenboel. Ja toch, of niet? Ik laat aan jullie over. Ik vraag aan jullie of jullie daar een keuze in willen maken voor mij. Of gewoon mijn normale naam, of Corina en de Beestenboel. Ik hoor het graag van jullie. Ze zeggen, ik ga nou genieten van mijn eten. En tot straks. Doei doei. Ja, en ik had er eentje gespot. Ja, die zit daar. En ze weet eigenlijk dat ze daar niet mag. Nee, mag dat, madameke. Dus die halen we daar zometeen maar even weg. Want dat vind ik niet fijn. Nee. Maar oké, mijn hondje die ligt lekker daar. Mijn prinsesje is weg, Foetsie, die is boven. He? En hier is mijn ondeugende kleine lieve hondje. Ja, nou ondeugend, hij kan zo lief zijn hè. Oh, goeie dikke doosje. Ja, ja, ja. Oh, lekker ding, oh goeie. Ja. Nou, ik heb lekker nog een bakje koffie voor me staan. En zo meteen komt er op de tv Utopia. En daar kijk ik altijd naar, ja. Mijn rode rakker die is ook boven. Dus ja, ik heb enkel die dame daar. Hé, meisje. En hem. Maar dat maakt allemaal niet uit, want nu, we maken er toch een einde aan, hè, voor vandaag. Ja, dat is een rare, vreemde, gekke dag, hè. Ja, Rebecca vanochtend al heel vroeg hier. Moest ze er heel vroeg uit, terwijl vrouwtje niet geslapen had. Ja, en veel pijn had. Maar ja, het gaat nu allemaal wel weer, ondanks dat ik niet opgemaakt ben. Geen zin in gehad vandaag. Lekker belangrijk, we waren toch niet weg of wat dan ook. Lekker thuis gebleven. Hé, gewoon ons eigen gangetje gegaan. Dat, ja, lieve vrienden, ik zou zeggen wel rustig voor jullie allemaal. En ik merk mezelf wel weer hoe en wat. En ik hoop dat ik op mijn vraag die ik gesteld had ook een antwoord krijg van jullie. Ja, maar dat hoor ik dan wel weer van jullie. En ik zou het zeer op prijs stellen even, ja, dat jullie meedenken. Vind ik wel zo leuk. Dat ik zou zeggen, lieve vrienden, wel te rusten, slaap lekker. Met mooie dromen, waar ga je heen? Oh. Met mooie dromen dus, zoals ik al zei, hè? En geniet van jullie nachtrust. En graag tot aan de andere kant van de nacht. Ik zou zeggen, tot morgen.